Jan Flap, wie zei en krijgt DOS, Harkemaarse Boys net DOS een favoriete tegenstander. Eerst 9-0, nu 4-0. Is het verschil zo groot? Nou ja, schijnbaar wel. Dat blijkt dus wel. Maar ja, het is natuurlijk, ze komen twee keer met 10 man te spelen. Dat is natuurlijk wel, dat speelt wel mee natuurlijk, laten we eerlijk wezen. Dus, en allebei in de eerste helft. Dus ja, alleen wij hebben natuurlijk wel de klasse om goals te maken. Ja, en als we dan een paar goals maken, dan kunnen we heel aardig voetballen. Weer bij rust 3-0, over een week thuis in Excelsior. Wat is dan de opdracht in de rust? Vooral geen kaarten pakken? Nou, daar hebben we het wel over gehad. Er waren natuurlijk, en dat is ook de reden dat Jorko voor de tijd nog uitgehaald, want Jorko staat ook op scherp. Ja, niet onnodige kaarten pakken, want volgende week hebben we natuurlijk hier een superwedstrijd met Excelsior thuis. Want die verliezen vandaag. Maar dat is gewoon een topwedstrijd. De nummer 2. Ja, die verliezen je. Dat is het verschil 6 punten. En Harkemaarse Boys had een wedstrijd te goed. Dat oren week, dat of ze komen nog dichtbij, of het verschil is zo groot, dan kan het haast niet meer mis hoe zitten. Ja, maar daarna heb je nog 11 wedstrijden. Dus je moet, het klinkt heel clichématig, maar we moeten wel onze dingen blijven doen. Want ja, vorige week, dan wordt die wedstrijd afgelast, maar toen was de selectie wel dusdanig smal dat we hebben behoorlijk hard moeten improviseren. Ja, en vandaag zie je ook dat je in principe 3 basisspelers ook mist. Ja, je weet nooit hoe dingen lopen. Dus we zullen gewoon onze dingen moeten doen, fit zijn en geen schorsingen pakken. En dan komen we een heel eind. Ja, je speelt nu op mijn middenveld, ze hebben nog net jaren gespeeld en ze hadden al een jaar nog nooit voetbal met deze 3 jongens op middenveld. Het begon moeizaam, maar dat begon wat te draaien uiteindelijk. Ja, we hebben donderdag 10 tactisch getraind, dan hadden we Raymond op 10, was de bedoeling. Maar ja, daar kreeg vanmorgen een bericht van, die is in blije familieomstandigheden, heet dat zo mooi. En dus ja, je moest morgen alsnog improviseren en... Ja, Arton hebben we er neergezet en ik moet zeggen, ik vond Arton vandaag absoluut de beste man van het veld. Want die heeft precies gedaan wat we wilden met onder Robert spelen, terugballen leggen, niet dribbelen, elke bal wegkaatsen. Je ziet hoe goed hij dat gedaan heeft. Ik vond Arton vandaag super. En ja, Henny en Jorko hadden we met lopende mensen en daar hadden ze natuurlijk, dat wisten we, daar zouden ze problemen mee krijgen. Dus nee, we hebben dat goed gedaan en met nogmaals, ja, Arton die heeft daar hartstikke goed gevoetbald. Ja, zijn al de selectie, wie vorige week hier een lol, nog een beetje... Iets minder smel als de vorige keer, dan is het, kan ik me vaststellen om tevreden ben dat het toch zo lekker in mijn oren jongens op die plakken. Ja, tuurlijk. Je bent toch zeker een beetje angstig van hoe gaan dingen lopen allemaal. En ja, gelukkig hebben we dat vandaag heel goed gedaan. En daar hebben we ook een tegenstander voor gehad die het gelukkig ook toe heeft gelaten. Maar ja, we moeten gewoon wel naar een grote groep toe werken. En het is mooi dat ik op het laatste kwartier even al de 3 wissels ook nog kunnen voetballen. Alleen een keeper had ik het liefst ook nog laten spelen, maar dat mag niet. Maar voor de rest, nee, gewoon met z'n allen goed bezig blijven. En een focus op per wedstrijd. En dat zijn van die clichés, maar het is echt zo. Want vandaag ook, je had maar 1 opdracht. Het is gewoon winnen vandaag. Ja, en dan met rust 3-0 en tweede helft zakken ze in. En ik vond het eigenlijk wel heilig. En tuurlijk, je wilt het publiek graag vermaken, maar ja, je schopt er nog 2-1. Dus op zich, 5-0 is wel heel aardig hoor. Nou, dan wedstrijd voor wedstrijd, dan in die volgende wedstrijd toch gewoon tegen nummer 2 Excelsior. Diet nou is nou op 6 punten staan. Die zilver wordt wollen, wat verwacht je van zo'n wedstrijd? Nou ja, ze spelen 4-1-3-2 met 2 lopende spitsen, 1 controlerende middenvelder. Dus ja, wij hebben ze hier verleden jaar in de na-competitie gehad en toen hebben we ze heel aardig kunnen weten te bestrijden. Nou, dat strijdplan dat heb ik nog ergens op een stapel liggen volgens mij, die flapovers. Dus ik denk dat ik die er maar eens bij moet pakken en dan eens kijken hoe we dat deden en daarop inspelen. Nou, toen ging goed, in de competitie ging het net altijd, nou 3 keer verlengd. Vader hier 2 keer, dit hier 1 keer. Het ben vaak mooie, interessante wedstrijden tussen beide ploegen. Ja, absoluut, ik vond wel de uitwedstrijd waren wij in het begin heel aardig. Krijgen ze een vrije trap die Boyshoy rechtsback neemt. Valt helemaal achterin bij de tweede paal erin en waardoor je achter staat. En we hebben de tweede helft toen heel matig gevoetbald. Maar de eerste helft hebben wij 3-4 goede kansen gehad. Dat weet ik nog wel. Dus nee, er liggen absoluut kansen volgende week. Alleen je weet dat je tegen een ploeg speelt wat ik echt een van de allerbeste ploegen vind in de hoofdklasse. En dat moet je tegen wapenen. Dus je zal 100% scherp moeten zijn.